Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remes en ik ben pas wakker. Die kutwekker. Die lag ik wel eens heel goed te slapen. En dan gaat die kutwekker. Ik zal maar eens opstaan en mij aandoen. Dan nog gauw eens iets eten en dan vertrekken naar mijn werk toe. Dus ik zie. En dan ook nog mijn patentjes poetsen en al ook nog. Hè. Dus ik zie jullie allemaal zelfs terug. En jullie hebben nu wel genoeg timelapses al gehad en naar richting mijn werk. Dus dat ga ik nu ook laten. Waarom is dat opstellen altijd zo ontzettend moeilijk? Ik weet het niet. Maar. Ik ga nu wel opstaan, dat weet ik wel zeker. Anders kom ik wel misschien te laat bij werk. Ja, dat wil ik ook nog vertellen over mijn t-shirt. Dus, die is ook nog altijd te koop op www.cybertv.be. Over mijn polo t-shirt. Of polo blouse. En mijn t-shirt wat ik hier onderaan heb. Kun je allemaal dus kopen op mijn webshop. Nou, en een collega van mij wou die ook eens zien. Dus daarom dat ik die ook nu heb gedaan. En dan, ja ik nu was ik van vertrekken naar mijn werk toe, of anders ben ik veel te laat. Allee, tot straks allemaal. Yo. Hallo mensen, ik heb weer gedaan met werken en het is hier fucking heel warm in mijn auto. Ik ga mijn verwarming zonder gaan. Dan kan het hier goed zijn dat het hier goed warm is, man. Oh. Ja, ik heb redelijk hard vandaag gewerkt op mijn werk. Wat heb ik dan vandaag gedaan? Juist hetzelfde gelijk de vorige keer. Dus zitten plakken. En dan de printplaatjes connecteren met de ventilatorkes. En daarna moest ik, na middag moest ik beginnen te tellen. Ja. 20 schroefjes. 20 zo van die ijzeren latjes. Dan nog 20 boutjes. Die 20 latjes moest ik rond een papiertje inwikkelen. Dan de boutjes en de schroefjes moest ik in een zakje steken. En die zakje moest ik dan zo dichtmaken met wat plakband. En dan dichtmaken met plakband. En dan moet ik die zakjes in die ene grote zak steken, waar ook die ijzertjes in steken. En dan was de opdracht klaar. Dus op amper 4 uur, ja, minder dan 4 uur, op een paar uur versterking, 2 uur en een half. Ik heb toch 26 zakjes kunnen afwerken. En tegen volgende week vrijdag moet het er 1000 zijn. Dus als je gaat berekenen, ik zit aan 26 zakjes om een halve dag. Gewoon dat ik ook nog naar Ginder moet rijden met de taxi en al. Dat is ook weer al tijdverlies. En dan ook weer al terug moeten komen met de taxi, dat is ook weer al tijdverlies. Dus die tijden kunnen we dan weer al die zakjes ook niet vullen. Wat was er dan? De 26 zakjes per namiddag en voormiddag. Dus 26 maal 2 is 50, 52. Dan kom ik uit. Ik werk alleen maar maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in PWL. Geschieten op mijn auto in een keer. Fuck man. Wat is dat toch allemaal? Die zijn nog pas zuiver. Oh, ik moet zelfs aan. Ook nog ruitensproeistof toedienen in mijn wagen. Dus 26. Dus dat is 26. Dat is 52 per dag. Dus vandaag heb ik er maar 26 gedaan. Pak vanaf maandag 52.
104 stintstarts. 104 stintstarts. Dat doe ik dan nog eens maal 2, dan zit ik aan 208 straks. Plus dan nog die 26, dus ik zit ergens in de 200 in de 50 zoiets, denk ik. Als iemand het goed kan tellen, laat het hier in de comments weten. Want ik kan nu niet even goed op hoofd rekenen. What the hell? Ik heb alleen maar witte vlekken op mijn ruit en ik weet niet van waar dat het komt. Heel raar. Zijn dat van de bomen? Dat dat de sap is van de bomen? Ik weet het niet. Want het is vrij warm. Het is nu 27 graden op 16 uur 37 op 12.08.2021. Voilà, dan weten jullie ook de temperatuur waar ik nu door aan het rijden ben. Maar ik ga jullie niet laten. Ik ga nu even een dutje doen. En dan ga ik, nu zie ik zelfs hier ook nog bloed ophangen. What the hell? Ik snap het niet meer. Zijn er allemaal beestjes of zo? Het heeft dat dus ook die een andere auto. Van 120 naar 50 moet je proberen altijd af te remmen. Het is echt heel raar op de expressweg. Want als ik naar de andere auto's hier nu rondom kijk, hebben die dat dus niet. Ja. Dus, ik ga jullie niet laten. Ik ben bijna nu thuis. En ik hoop dat jullie van die overkill van Pokémon ook nog hebben genoten. Momenteel zijn er nog altijd een redelijk wat gyms, hè. Nog altijd. Dus ik kan momenteel geen gyms gaan terug gaan neerhalen en al. Ik ben nu aan het wachten tot al mijn Pokémon's zowat teruggekeerd is naar mij toe. Want sommigen zitten er al 4 dagen al in. Dus, en dat is al redelijk lang. Dus ik heb redelijk wat Pokéstops gevonden waar ze heel weinig. Pokégyms gevonden waar ze eigenlijk heel weinig op spelen. Oei. Het weer al uit te zeggen. Dat is niet goed. We proberen zo vlot mogelijk blijven te praten zonder dat er een in voorkomt. Goed, ik zie jullie allemaal straks weer terug. Yo. Ja, goedemorgen allemaal. Sorry dat ik mijn vlog weer al niet heb afgesloten gisteren, dus ik ga dat heel snel ook doen. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt. Ofwel een livestream. Goed, tot de volgende. Yo.